Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 24 maart. Zoals jullie kunnen zien gaan wij vandaag de stoep bij Gletscher bezichtigen. En buiten is het keizerwetter, dus we gaan heel snel omhoog. En ben je eenmaal boven, dan heb je weer een fantastisch panorama uitzicht. We hebben zojuist de eerste afdaling hier gehad op de Stoepbaaier Gletscher. In één woord, fantastisch. We staan hier bij Kamsgarten en dat ligt op ongeveer 2600 meter. Daar heb je ook een heerlijk terras, dus daar gaan wij straks eventjes lunchen. We zijn op het topje van de Stoepbaaier Gletscher. En daar kom je met een trap. Als je dat in één keer loopt, dan kun je waarschijnlijk aan de beademing. Want ja, je zit hier ook nog aardig hoog. Maar als je eenmaal hierboven bent, heb je echt schitterend uitzicht. En hoogtevrees moet je sowieso niet hebben. Kijk maar eens eventjes. Als je het goed kan zien. Daar is dat mooie uitzichtsplatform op 3210 meter. Maar daar staan wij ook. De lift heeft ons daar gebracht. We staan dus bij de Wildspitze. Die is zelfs nog 2 meter hoger. 3212 meter wordt er hier gemeten. En ook op een dikke 3000 meter hoogte heb je ook nog een funpark ter beschikking. Het is weer tijd om af te sluiten uit dit geweldige gebied. Waar wij een topdag hebben gehad, maar dat hebben jullie wel gezien aan de beelden. Fantastische sneeuw en dat blijft voorlopig hier ook nog wel eventjes liggen. Heb je plannen om in april, mei, om nog eventjes te gaan skiën en je bent in de buurt, dat is de Stoepbaaier Gletscher. Zeker een aanrader. En daarmee sluit ik af en ik zeg maar weer de groeten.